Welkom bij Kapel Sprollum. Ik wilde het vandaag hebben over gevoelens en emoties. Wij denken dat we in een rationele wereld leven. Nou, kijk maar even om één de laatste tijd. Dan zie je dat daar niet veel voor klopt. Maar wat doen emoties met ons lijf? Wat doet dat met gezondheid? De vraag is, wat doen emoties en allerlei gevoelens echt fysiek met ons lichaam, met onze gezondheid, met onze levensverwachting? Dat is vele malen heftiger dan je denkt. En daar wil ik u graag wat van laten zien. En ook wil ik het wijzen op het feit dat ik daar 8 avonden een cursus over geef. Hoe jezelf met jouw gezondheid om kan gaan door het beheersen en het sturen van je emoties. Je moet zich realiseren dat ons DNA heel emotioneel is. Maar dat zien we niet, want wij vinden dat we heel rationeel zijn. Maar als je de zaken omdraait, dan zie je echt dat emoties een enorme invloed hebben, niet op het DNA zelf, maar op het gebruik van het DNA. Wat doen jaren van angst, sociale isolatie, spanning en al de andere emoties die we gehad hebben met onze gezondheid? Emoties zijn reëel, maar niet materieel. En in onze materiële wereld denken wij dat alles met logica en meten en weten te maken heeft. Maar de echte krachten komen uit de emoties. Emoties hebben een enorme kracht, maar zijn niet meetbaar. Liefde is enorm sterk, maar kan niet in meters worden uitgedrukt. En de emoties blijken werkelijk fysiek ons DNA te besturen. Functies op ons lichaam worden aan- en uitgezet door onder andere emoties. Iedereen weet dat als je heel erg schrikt, produceer je adrenaline. Maar iedere emotie heeft zo zijn eigen zaken. Als we kijken naar de cel, zien we daar het DNA en daar ligt alle informatie. Maar die informatie moet gekopieerd worden in mRNA. En dat mRNA moet dan naar de eiwitfabriek die daar vlakbij zit. En dan wordt die functie actief. Maar welk gen wordt nu aan of uitgezet? En dat wordt bepaald door schakelaars die op het DNA een gen aan- of uitzetten en die heten transcriptiefactoren. Als je een bepaalde emotie of gevoel hebt, wordt die gegenereerd in een bepaald deel limbisch systeem van de hersenen. Dan worden daardoor hormonen geproduceerd die weer die DNA-schakelaars aansturen. En ieder gevoel of emotie mondt uit in de verandering van gebruik van genetisch materiaal en honderden genen kunnen van functie veranderen. De biochemie van de gevoelens is zeer duidelijk. En als je verliefd bent, dan maakt je dit. En voor je wordt, dan maakt je dat. Maar laten we eens gaan kijken, wat doet eenzaamheid met je gezondheid? Wat doet eenzaamheid met je gezondheid? Er is een rattenstam waarbij de vrouwtjes gevoelig zijn voor borstkanker. En na verloop van tijd hebben 20% van die vrouwtjes een kleine tumor die niet uitzaait. Maar ratten zijn heel sociaal. En als je ze zou huisvesten alleen, oftewel dat ze eenzaam zijn en verder niks veranderen, dan zijn het geen 20%, maar 80% die een tumor krijgen. En hij is niet meer goedaardig en zaait uit. Dan zeg je, ja, dit kan toch niet? Nou, eenzaamheid en het verloop van kanker. Wat ik hier dus niet zeg, is dat als je eenzaam bent, dat je kanker krijgt. Maar heb je een bepaalde tumor, dan is jouw gesteldheid heel erg belangrijk. Namelijk, er worden honderden genen op het DNA anders gebruikt. Ze zitten er wel, maar welke gaan aan en welke gaan uit. En bij eenzaamheid ga je een bepaalde groeifactor voor bloedvaten
extra produceren. Daardoor krijg je nieuwe bloedvaten. De tumor wordt zwaarder door meer zuurstof en wordt 50 keer groter bij deze ratten. Een ander aspect wordt veranderd in de zogenaamde ankermoleculen die nodig zijn voor een tumor om van het ene weefsel uit te zaaien en in het andere aan te kunnen hechten. Die moleculen zijn niet aanwezig op deze borsttumor van die ratten, maar door de eenzaamheid zet hij die genetica aan en kan die uitzaaien. Nou kent iedereen de kreet dat je grijs kan worden van zorgen. Is dat zo? Jazeker. Als je stress hebt, ga je die DNA-stakelaars aanzetten. Een bepaald eiwit met een moeilijke lettercombinatie wordt op de haarcel gezet. Dus hier zit de pigmentvorming van het haar. Hier wordt het haar gemaakt en groeit uit en krijgt hier zijn kleur. Ga je stressen, dan gaan de witte bloedcellen herkennen dat nieuwe eiwit wat daar niet hoort. En de pigmentcellen worden gedood. Je wordt grijs. Het is niet alleen de kleur, maar ook de vorm van het haar. En als je bij iemand met lang haar gaat kijken naar de structuur onder de microscoop, dan kan je zeggen, hey, vorig jaar augustus was dit eigenlijk best wel zwaar. En hier zien we iemand die het begrip White House erg serieus heeft genomen. Emoties zijn heel belangrijk voor onze gezondheid. En als je gaat kijken bij patiënten die een hartaanval hebben gehad en je volgt ze voor 5 jaar, wie krijgt een tweede en overlijdt eraan? Dat is bij meer dan 600 patiënten uitgebreid gevolgd, waarvan de ene helft heel pessimistisch in het leven stond en de andere heel optimistisch. En bij de optimisten was er 42% minder sterfgevallen. Dus is het glas half vol of half leeg? Dat is heel belangrijk. Wil je meer weten? Er zijn 8 dinsdagavonden in Bussum die op 19 september starten. En via deze website, pierrekapel.nl, kan je inschrijven. Ik hoop nu nog wat meer te kunnen vertellen hoe belangrijk gevoelens zijn voor onze gezondheid.